Er zit gewoon geen afreisdatum aan, dus dat kunnen we ook niet stellen. We gaan ervan uit dat de torens gewoon blijven bestaan. Wat je hier ziet op de 13e etage van onze toren is een datacenter. Het is, ik denk, een heel goed verborgen geheim van wat deze torens doen in Nederland en ook dus in Roosendaal. We zijn nu in een ruimte aangekomen waar niet radio wordt gemaakt, maar FM wordt gerealiseerd. De radio wordt gemaakt in de radiostudio en FM wordt gerealiseerd in onze torens. Dat is meteen een van de redenen waarom onze torens zo hoog zijn. Eigenlijk zitten hier alle landelijke zenders. Dat betekent dus bekendere zenders die iedereen kan ontvangen door heel Nederland. Uiteindelijk heb je te maken ook nog met regionale zenders. Bijvoorbeeld hier hebben we Omroep Brabant. Kijk uit over een stuk van Roosendaal. Er wonen mensen. Voor mensen is dit gewoon echt een stuk thuiskomen. Ze zien dit elke dag. Het draagt zichzelf. Het zijn zeer sterke betonnen constructies. Deze torens zijn eigenlijk gemaakt om altijd te blijven bestaan. We zouden het ook eigenlijk niet meer kunnen maken om deze toren te laten verdwijnen.